mensen van EngelTubers en welkom bij deze nieuwe video. En zoals je ziet bevind ik mij hier in een donkere gang. En ja, dat is namelijk de wachtrij van Mouse of Tart Factory. En dan gaan we even doorlopen. Tweede keer. Ik heb altijd een mooie wachtrij. Echt ook wel een oerlange. Niet normaal. Maar ja. Dat is te vergelijken met de Mouser Chocoline Ticht. Dat is ook echt een wachtrij waar geen eind aan komt. Dat is deze dus ook, maar het is wel heel mooi afgewerkt, vind ik. En zo in het station. En dan gaan we... Wacht. Voilà. En dan gaan we even door de attractie vliegen. Kijk, hier zie je zo ja, de rails van het spel. We gaan hier even een beetje door de attractie vliegen. Het is hier redelijk donker altijd. Hier zie je de blokken waar je zou op moeten schieten. Maar ja, we hebben geen plugins voor een interactieve dark ride. Ja, heel jammer. Misschien kunnen we dat ook doen zonder plugins. Maar dat is een heel bazaar met al die common blocks. Dus heeft geen avans ik daar nog ga zoeken, zal ik waarschijnlijk toch niet vinden. Maar het zal wel nice zijn dat we hier kunnen schieten en we punten krijgen. Ja, Dreamcraft heeft zijn attractie, dus ja, informatie kunnen we misschien wel vragen aan die server, maar ja, dat is nu het minste van mijn zorgen, deze attractie. Want ja, we gaan toch kan beginnen aan een nieuw park en dan, ja, dan komen we nauwelijks nog in een Park Flying Eagle. Dus misschien zo eens een paar keertjes. Bij de feestdagen dan krijgt History Park natuurlijk ook gewoon aankleding en al, maar dat ga, ja, dan ga ik heel nieuwe dingen ontwerpen. Want bijvoorbeeld de kerstboom die komt ieder jaar terug in Park Flying Eagle, maar nu ga ik gewoon een nieuwe maken. En het mag een beetje mooier zijn, vind ik. Maar we zijn hier waar dat we moeten zijn. Kijk, dat is dus deze scène weer. Die heb ik de vorige keer ook laten zien. Dit is dus die scène. Met hier boven mij het glas. En die hal is afgewerkt. Dus we gaan eens even laten zien wat het geworden is. Kijk eens aan. Ik vind het echt heel nice geworden. Dus wat het voorstelt, dit is de hal. Ja, waar je kunt kijken in de scène. En ja, hier ga ik terug naar de andere hal. Maar hier kun je dus kiezen tussen een paar plaatsen. En dat is... Onder andere hier komt het zwembad en ja, ook een sauna en zo. Ja. En ik denk ook nog een theater te maken ergens. Wacht, pak even night vision. Kijk, hier is nog redelijk wat ruimte, dus ik denk hier komt het zwembad en ja, hier komt misschien nog een theater en zo. Gewoon voor de sier en al. Hier. Er komen twee restaurants. Dat wordt hier een gang. En één restaurant gaat die kant op en naar daar of die kant. Ja, er is genoeg ruimte hier. En eventueel kunnen we ook een vloer maken die hier in de frigo scène terechtkomt. Of een van die andere scènes. Dat mag altijd, dus dat is mooi. En hier komt dan nog een cocktailbar. En een trappenhuis of een lift. Naar de kamers die hier liggen. Hier ligt ook nog een traphuis naar de kamers die daar liggen, maar hier wordt, ja, hier gaat een lift en een trap komen naar de kamers die hier op het dak komen. Maar ja, dat gaat met elkaar verbonden worden hier zo. Maar ja, twee trappenhuizen mag altijd. Dus als ik het zo bekijk, zie, dat ziet er echt mooi uit, zie koepel zo. Als ik er zo naar kijk, dan ja, krijg ik tot heel ongeveer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40 kamers of zo, of 30. Zullen we nog wel zien, want het krijgt nog. Ik ga hier twee verdiepingen bouwen, dus ja, hier komt zo bijvoorbeeld een kamer en er bovenop nog een. Maar ik moet wel zien dat zo elke kamer een raam heeft, en dat gaat denk ik niet altijd werken, vrees ik. Kijk, zoals als er hier een kamer komt, waar ga ik dat venster moeten zetten? Want hier komt de gang, en ja, hier komen nog kamers, dus dan ja, is er geen raam of niks. Dus daar moet ik
Ja, misschien een stukje vrij laten hier, wat beplanting zetten, zodat het nog een beetje op iets trekt. Kan ik ook doen natuurlijk. Maar we zien wel. De kamers ga ik dus niet, ja, of ja, misschien sommige wel, maar ik ga zeggen niet allemaal filmen in een making-of, want ze gaan er toch allemaal hetzelfde uitzien ongeveer. Als ik ze allemaal kan kopiëren. Maar we gaan wel het restaurant bouwen in deze video, en het zwembad en het theater, cocktailbar, trappenhuizen misschien nog, de lift. En dan zal het wel goed zijn voor deze video. Maar ik heb nog niet gezegd wat dit moet voorstellen. Dit is, ja, het magazijn van de fabriek, zo een beetje. Alle dozen, hier wat taarten over tijd. Joke. Allemaal, ja, opslagdeus. Allemaal stockage, maar hoe spreek ik dat uit? Maar ja, oké. Deze ziet er ook wel mooi uit, dat je zo de tuin kunt kijken. Dus ja, kunnen we altijd meer dan één keer doen. Maar ik zeg, laten we voets doen met de making of. Let's go!
now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Do what you do. And it hurts. As I bleed for you, cry for you, oh, oh. Let me bleed. As I bleed for you, cry for you, oh, oh. Ik heb nu van deze video niet zo heel veel gedaan, ik ben redelijk rap opgehouden. Maar dit is er dus van gekomen, dit heb ik dan gebouwd. Het theater. En het ziet er zo uit. Dit is een zuintheater, dus ja, dat er hier optredens worden gegeven. Met fonteinen en dan ga je hier staan. Maar zoveel is er niet uit te leggen, want het is redelijk rap klaargeraakt hier zo. Hier nog wat taartendozen, ziet er mooi uit zo. En in de volgende aflevering gaan we het zwembad beginnen maken. Ja, en de restaurants waarschijnlijk. Maar dit zwembad gaat, ja, ik ga er wel een mooi zwembad van maken. Hier is genoeg ruimte voor een binnen. En eventueel, ja, hier kan ook nog een buitenbad komen. Dus dat gaan we doen. Maar voor nu zeg ik mensen tot de volgende video. En later!